Nou, op weg naar het Afrika Museum. Ja, naar de Fashion Cities Africa. En wij gaan hier op rondreis door vier Afrikaanse modesteden. Ja, heel inspirerend ja. Afrika. Ja. Dus meer streetwear en cultuur, ja. hè? Cultuur. Ja. Ja. En gewoon een mengelmoes van heel veel verschillende stijlen en invloeden en culturen door elkaar heen. Mm-hmm. Dus ik ben heel erg benieuwd wat wij te zien gaan krijgen. Mode uit Afrika. Dus ze hebben modeontwerpers, bloggers, vloggers, stylisten, fotografen mm-hmm. uit een aantal grote Afrikaanse steden opgezocht en met hen en van hen een expositie gemaakt. Nou, de stijl is eigenlijk voornamelijk exotisch wel, hè? Ja. Tikkeltje dramatisch soms, hè? Door de grootste vormen. Precies, door vormen of door dat sommige dingen heel erg uitvergroot zijn, inderdaad. Ja. Bijvoorbeeld dat het dan ineens heel veel bling heeft of heel veel... Bling. Heel veel kant. Allerlei stoffen, heel veel kleur, uitbundig. Ja. Je wordt er gewoon helemaal blij van. Ja, ik vind die kleuren echt fantastisch. Ja? Kleuren zijn fantastisch. Je ziet dat ook heel erg in die Afrikaanse prints, in de flisco's. Ja. Gewoon een heel bont kleurgebruik. Je kon ook je eigen flisco ontwerpen. Oh ja. Dus daar zijn we even op los gegaan. Ja. Wat mij opviel, dat vind ik echt geweldig. Dat ze hier gewoon heel veel doen. Hè? Als je dan kijkt naar die kettingen. Ja, echt heel veel. Grote kettingen. Grote schouders. Hè? En, en ze versieren het ook eigenlijk allemaal. Achter de, hoe je jezelf kan versterken eigenlijk in schouders en zo. Ja. Al een beetje bij je gezicht. Dat blazen ze eigenlijk gewoon op. Of dan weer mooie kragen zo. Kettingen. Woeste, wijde rokken. Ja. En die kettingen inderdaad. Ja, want in de rokken viel me ook al op van dat ze die heupen heel breed maken. Ja, precies. Daar mag je gewoon die heupen laten zien. Ja, brede heupen is brede goed, heupen mensen. Is mooi. Ja, ja die mensen die willen zich, die durven zich te laten zien, hè. Want zo bepalen ze, want het stond ook echt letterlijk, zo bepalen ze ook hun identiteit. Ja, precies. En het gaat heel erg om identiteit en ook om het verleden en het heden samen te laten vallen. Mm-hmm. Dus dat je ook je eigen geschiedenis meeneemt in de kleding die je draagt. Omdat die geschiedenis jouw identiteit ook mede vormt natuurlijk. Ja. Dat vond ik heel mooi om te zien. Heb je mooi omschreven ook. Ja, zo had ik het nog niet eens gezien. Maar nee, dat is zo. Het straatbeeld, dat is zo bepalend. Ja. Nou, we komen nu terug uit, uit het Afrika Museum. Ik vind het zo gaaf hoe die mensen zich willen onderscheiden met hun kleding en hun identiteit willen vormgeven. Dat ik wilde gaan wonen. Ja, dat zou ik wel willen. Maar ik zou heel graag willen dat het straatbeeld ook wat kleurrijker zou worden. Ja. En wat uitdagender. En dat mensen zich meer onderscheiden durven aan te kleden. Dat het wat meer uitgesproken is. Ja. Dat je echt in je kleding een keus maakt om te gaan staan. Voor wie of wat wie je bent. Ja. Doen, zeg ik. Ja, aanrader.